Hard werken, mannen. Zo. We moeten het nu over hebben onze eerste wedstrijd, maar we hebben om 11 uur te beginnen. Ja, dat is super. 10 biljoen. Zeer belangrijk, 7 van maat. Doe het maar mee, hè. Ik heb 3 pietje wel. Mango is overgevreten. Maar wanneer ben ik nou zo aan de beurt, man? Sta je maar. Hè? Wanneer ben ik nou zo aan de beurt? Ja. Dat duurt maar, dat duurt maar. Heel dag blijven staan, live. Ik ben heel blij mee. Goed zo. Wat zou je willen, Ed? Ik wil een detox, een dagelijkse. Een detoxshot? Ja, ik weet niet wat het is, maar ik kan het vast wel gebruiken. Hey, wij van de junkies doen die gewoon in de spuit. Moet ik dat inspuiten? Gewoon lekker, atten. Atten, ja, echt waar? Ga ik even checken. Leg ik me even weg. Ja, Freek, ik wil nog even weten, hè? Want jij hebt natuurlijk altijd horeca gedaan. Ja. Lijkt het erop of is het heel wat anders? Lijkt erop, hè? Ja, het zijn drankjes, moet je zeggen. Ja. Maar je bent niks met alcohol. En het is lekker toch? Ook. Nee, niks met alcohol. Dat is niet toegestaan. Nog niet, zou je zeggen. Nog niet. Je weet het niet, hè, Ed? Kijk, als dit mooi is en dit heel leuk is, weet je niet waar het eindigt, hè? Nee, maar even heel kort hoor. Jullie zijn 7 dagen de week open, 6 dagen. Zes dagen de week. Maandag tot zaterdag. Oké. Okay. 10 tot 5. Ja. En gewoon knallen. Ik ben nog maar net begonnen, maar heb je nu al een tip van dit is echt wat lekker stuff waar je even op. Pineapple Power en de Chunky's Favorites sowieso natuurlijk. En ik vind ze allemaal ben ik fan eigenlijk. En als ik voor 4,50 een Pineapple Power, wat krijg ik dan voor beker? Wat zit er dan in? Gewoon een grote beker met op de plek vers geperst. Als je die op hebt, zet je wel even iets vol. Ja, en er zit ook voor alles vers, dus er is niks voor gemaakt, altijd ook vers gesneden ter plekke. Gewoon gelijk voor je gemaakt, dus er is niks voor geproduceerd, alles is gewoon lekker vers. En Aart, jij hebt inmiddels 65 zaken in de stad. Hoe vaak ga jij hier staan? Want je gaat hier natuurlijk niet elke dag staan. Nou ja, dat ligt eraan, maar ik hoop van wel. Als het hier zo druk is, dat spreek ik niet alleen kan, dan zorg ik dat er iemand bij springt. Dus ik vind het leuk, dus ik doe het graag. Oké, ik wens jullie heel veel succes, jongens. Dankjewel, Ed.